Je kleine broertje, ik wil je heel succes wensen met je nieuwe albumserie. En natuurlijk even zeggen hoe trots ik op je ben. Shiva Shistappen is een van mijn favoriete tracks. En over een big man gesproken in de studio. Een man die Ajax die er nog niet zo heel lang geleden helemaal lijp heeft gemaakt met zijn Champions League track. Een man die racisme de kop indrukt en daarmee headlines haalt. Een young guy die al lang in the game is. Give it up for Seven Alias. In the building, in the building. Yeah, man. Yeah. En je zit hier niet zomaar. Ik zit hier zeker niet zo. Ja, man. Het staat helemaal in het teken van het album dat je over een paar uur gaat droppen. We gaan zoveel mogelijk tracks van het album laten horen. Het is ook een luistersessie. We gaan jezelf spreken, producer, gastartiest. En er zijn nog wat fans in de building. En zometeen mag eentje zelfs een vraag aan je gaan stellen live in de uitzending. En wat ik me afvraag, je werkt lang aan zo'n project. Het zit lang in de koelkast. Je moet het bijschaven. En nu zit je 2 uur voordat het uitkomt. Je hebt geen controle meer. Het is er gewoon. Hoe voel je je daarbij? De fucking zenuwachtig. Ja? Waarom? Waarom? Ja, ik denk dat het toch net even iets anders is dan ik op mijn voorgaande project heb gedaan. En dat daarbij dat nodige zenuwen komen kijken, man. En ben je dan wat zenuwachtiger dan je was bij de andere projecten ook? Ja, maar zeker, man. Wauw, dat is wel bijzonder, man. Maar dat komt ook omdat je dan hebt geëxperimenteerd eigenlijk op het album, toch? Ja, zeker, man. Gaan we zo meteen allemaal horen. Yes. Het heet niet Incasso, De Lasso of Waarom Trilt Die Asso? Het heet Sirius. Kun je uitleggen wat het betekent en waar dat voor staat? Sirius is los van de zon, zeg maar. De elderste ster aan de nachtelijke hemel. En in de periode van ongeveer 20 juli tot aan 20 augustus... kun je die zon, kun je die ster zien... Voordat de zon opkomt. Net voordat de zon opkomt. Wow. En ja, jij bent de Sirius. Ja, laat ik nou net in die periode een album droppen. In de middel, 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 middel. Zal er maar melkom, ik mag het zetten in de middel. Quincy, welkom, man. Hey, welkom. Ja. Jij mocht een vraag stellen aan Seven. Je had de beste vraag ingestuurd. Wat wil je hem vragen? Maar hij zit tegenover je, man. Ja. Shoot your shot. Hoe wil je laten herinnerd worden als mensen denken aan Seven Alias? Ik hoop dat mensen mij later herinneren als iemand die gewoon deed waar hij zin in heeft, man. Oké. Maar je hebt niet dan zeg maar iets waarvan je denkt van, ik wil zo iemand zijn voor Nederland? Nee, man. Ik denk dat mijn muziek gewoon voor zich spreekt, man. Er zijn heel veel mensen in de muziekindustrie die zich vasthouden aan één stijl. En ik kies daar bewust voor om dat niet te doen, man. Ja. Je weet toch, ik wil gewoon laten zien dat op het moment dat jij denkt dat je echt een artiest bent... en erin gelooft dat jij andere soorten muziek kan maken en dat ook hard kan gaan... dat je dat gewoon moet doen, man. Er gaan natuurlijk tegenslagen bij komen kijken. Sommige dingen die je maakt gaan misschien niet zo hard gaan als dat je verwacht. Maar ik denk dat op de langere termijn mensen dat wel gaan kunnen accepteren, man. Ja, zeker. Vooral ik, bij jou. Ja, ik denk dat ik dat ook wel in de afgelopen jaren wel heb bewezen. Ja, nee, dat klopt zeker. Beautiful, man. Ben je daarmee eens? Ja. Denk je? Zeg, ben je daarmee eens? Ja, zeker weten. 100%. Dat is love, man. Zeker. Thanks, man. Kun je zien. Dat ik de realist ben en zij nog net weten van mij. Bellen op mijn telly, zeg maar baby, kom naar home toe. Jij weet dat ik aan het pijn dat bij je moet gewoon doen. Ik ben nog man, je kan die pak niet laten liggen, nee, je know. Bellen op mijn telly, zeg maar baby, kom naar hoofd. Ik heb een kleine verrassing voor je. Moet je even goed luisteren. Kobe Wonnik hier, je kleine broertje. Ik wil je heel succes wensen met je nieuwe albumserie. En natuurlijk even zeggen hoe trots ik op je ben. Shiva Shistappen is een van mijn favoriete tracks. Omdat ik mee mocht doen in de videoclip. En ik hierdoor bijna net zo bekend ben als jij. Love, Kobe Wonnik. Is je broertje, hè? Hij is trots op je. Het raakt je wel, hè? Ganglet, mag bro, mag. Dat is real love. Ja, man. Oh shit, ik heb je echt helemaal van je stuk gebracht. Sorry, bro. Oké, zullen we eerst even een pocketje draaien en dan verder gaan?
Ik wil altijd een broertje hebben, je weet toch? Ja. Mijn broertje kwam toen ik 13 was, dus dat betekent echt heel veel voor mama. Spreekt hij dit ook wel eens naar jou uit? Je leeft best wel snel leven natuurlijk. Hij zegt het wel vaak, man. Maar zeg maar, hoe die zich nu heeft uitgesproken... Ja. Klinkt gewoon fucking volwassen, man. En ik waardeer het ook echt, man. Het is prachtig, man. Het is goed om te zien hoe je hem zo trots maakt. En dus blijkbaar ook echt inspireert als een grote broer zoals dat hoort te zijn, man. Het is echt prachtig. De Louis Vuitton op de taal. Baller alert. Baller alert. Baller alert. Baller alert. Baller alert.